De Almeerse VVD en PVV zijn enthousiast over de plannen voor een trainingscentrum in de leegstaande gevangenis in Almere Buiten. Dat bleek gisteravond in het stadhuis waar het Tactical Training Center een toelichting gaf op de plannen. Initiatiefnemer Kevin Biemans van TTC vertelt welke trainingen hij wil geven in de gevangenis. De voorbeelden die we hebben met betrekking tot de trainingen zijn schiettrainingen, zijn scenario trainingen, zijn roleplay trainingen, theoriecursussen, praktijktrainingen met voertuigen, mobility trainingen. Dus het is een diverse scala aan trainingen. Waarom Almere? Almere ligt mooi centraal gelegen in Nederland, geografisch. Dus dat is een bijkomstig voordeel. Het andere voordeel is dat de locatie omringd is door een hoge muur, wat zorgt voor een grote mate van privacy voor de trainende eenheden. Zoals u weet is het pand eigendom van het Rijk. Heeft u ook gesprekken meegevoerd? Dat is correct. We hebben contact gehad met het Rijksvastgoedbedrijf. In 2020 hebben wij onze eerste contactaanname gehad met het Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot deze locatie. In 2021 hebben wij kenbaar gemaakt bij het Rijksvastgoedbedrijf wat onze plannen zijn voor deze locatie. En inhoudelijk hebben we daar geen reactie op vernomen. Maar u bent niet de enige die interesse heeft in dit gebouw. Het Rijk zelf heeft aangegeven, ja, eind vorig jaar, dat het daar asielzoekers wil opvangen. Dat is correct. Die informatie werd niet inhoudelijk met ons gedeeld. We hebben deze informatie vernomen uit het media. En daarom hebben wij het initiatief genomen om contact te leggen met het college en de Raad van Almere. Colette Holder van de VVD, wat vindt u van hun plannen? Nou, wij vonden het wel een interessant plan voor Almere. En waarom is dat een mooi initiatief voor Almere? Nou, omdat er blijkbaar ook behoefte is aan die trainingsruimte. De gevangenis is daar heel geschikt voor. Nou, dat is mooi als dat in Almere kan plaatsvinden. Het levert ook extra werkgelegenheid op voor onze stad. Er komen hier mensen die getraind gaan worden en die gaan dan in hotels overnachten. Dus nou, het levert onze stad ook best wat op. Maar ja, het pand is van het Rijk en het Rijk wil daar asielzoekers opvangen. Klopt, we hebben nu twee initiatieven die er liggen. Aan de ene kant asielzoekers opvangen en aan de andere kant het trainingscentrum. Dus het is heel belangrijk voor de Raad om ook goed te weten wat beide plannen dus zijn. En om dan te zeggen, nou, dit steunen we. En ik merk het vanavond aan de Raad dat iedereen toch wel heel enthousiast wordt van het plan voor het trainingscentrum. Chris Jansen van de PVV, wat vindt u van de plannen? Nou, schitterend plan, mooie invulling van het voormalige penitentiaire inrichting in Almere Buiten. Daar staan wij volledig achter als PVV. Het gebouw is van het Rijk, maar hetzelfde Rijk heeft gezegd van ik wil hier asielzoekers opvangen. Ja, wat ons betreft is dat heel duidelijk. Liever een trainingscenter dan de opvang van asielzoekers. Omdat namelijk deze mensen kansloos zijn op een asielstatus in Nederland en uiteindelijk het land zullen moeten verlaten. Dus waarom moeten wij in Almere een tijdelijke oplossing vinden voor deze mensen in dit gebouw? Terwijl deze initiatiefnemers eigenlijk een oplossing verzinnen voor de komende tientallen jaren. Die goed is voor Almere, goed voor de werkgelegenheid, goed voor de economie en ook goed voor de veiligheid van ons land. Chris Jansen van de PVV was dat. En de VVD doet binnenkort een voorstel aan het college van burgemeesters en wethouders om met het Rijk om tafel te zitten en het plan voor een trainingscentrum te bespreken.